Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter ici présentement au terrain Krone Plein à Merksem, une émission en direct que vous allez suivre ici les activités à Merksem où la culture rare de Merksem a organisé pour cette semaine le Zomer van Antwerpen. À travers le Zomer van Antwerpen, nous avons encore une partie qu'on appelle Zoo Merksem. À Zoo Merksem, il y a plusieurs activités entre autres l'activité des jeunes qui sont en train de faire des gymnastiques, des entraînements pour se mettre en forme. Et à côté, il y a la musique de partout. Il y a la culture aussi qui est vraiment à côté. Nous avons le multiculturalisme de l'Afrique qui est en train de jouer. Il y a aussi Congo Inveland qui est présent aussi comme association ici à Merksem. Et nous allons bientôt vous montrer qu'est-ce que le Merksem est en train de faire d'évoluer à travers ces gestes qu'ils ont posés aujourd'hui. Merci, merci. Nous allons bientôt trouver un responsable de gymnastique de Hout and True van Merksem. Il est à côté de moi et nous allons présenter justement un monsieur qui va se présenter lui-même. Et à côté de moi, ik ben Walter Doge. Wij staan hier gevestigd met onze turnvereniging, die reeds bestaat van 1908. Dus dat is al 106 jaar dat wij hier in Merksem gevestigd zijn. Altijd in de Merksem. Altijd in Merksem. En hier zijn enkel van onze gymnasten. Wij doen een demonstratie om reclame te maken. Dat doen wij trouwens alle jaren. Om leden aan te werven voor onze turnclub. Welke adres zijn jullie dan? Wij zijn gevestigd in de Vuurkruisenlaan hier in Merksem. Meer bepaald de school met de naam Shim. Hebben jullie zo een Facebook of iets zoiets om jullie gemakkelijk te knopen? Wel ja, we hebben hier een infoboekje. www.houindetrouw.be. Dat is onze website en daar kan u alles op terugvinden. De uren, wanneer wij lesgeven, de dagen, de uren en de leeftijden. Want wij geven aan alle leeftijden turnles. We hebben ook gezien een kleine die bij ons daar getraind heeft. Acro. Acro, hè? Ja. Wat zeg maar? Zij is de kleinste van de groep. Ja. De kleinste van de groep, hè? Ja. Doe je graag? Ja. Ah, sinds wanneer heb je dat begonnen? Vorig jaar, hè? Vorig jaar. Oké. Dan zien we elkaar nog volgend jaar misschien, hè? Ja, zij heeft dan meegedaan aan een wedstrijd, hè? De eerste wedstrijd, hè? Ja. Met haar partner Joken, hè? Ga die iets laten zien met Joken? Ja. Goedemiddag mevrouw, we zijn Vlaanderen TV, Congo in Vlaanderen TV. We zijn ook op zoek naar de mensen zoals jullie activiteiten aan te doen in Merksem. Wat doen jullie en wie zijn jullie? Wij zijn van de Gezinsbond en wij staan nu vandaag hier op Muziek in de Wijk om voor de kinderen eendjes te laten vissen of voor de hele kleintjes te grabbelen in de ton. En voor de rest zorgen wij hier in Merksem voor babysitdienst, activiteiten, zowel voor kinderen als voor de ouders, als voor de gezinnen. En als er ergens nood aan is met een vraag, proberen wij daar een antwoord op te geven. Oké, waar zit jullie eigenlijk, het adres? Wij zijn gevestigd in het NMKT in de Terlindenhofstraat 204. Hebben jullie zo eens een Facebook of een contact gemakkelijk te nemen? Wij zitten op Facebook en vanaf september hebben wij ook een website. En een website, welke naam? Heb je dan ook je naam? Website is www.gezinsbondmerksem.be. Ja. Ja,
Ça va aller.